Beheers de snelheid van uw teelt met behulp van de etmaaltemperatuurregeling. De etmaaltemperatuur, de gemiddelde temperatuur over 24 uur, is bepalend voor de ontwikkelsnelheid van uw gewas. Hiermee is de etmaaltemperatuur dan ook een goed stuurmiddel om uw gewas te beheersen en sturen. Afhankelijk van de status van uw gewas en de hoeveelheid licht, heeft u als tuinder een gewenste etmaaltemperatuur. Met de etmaaltemperatuurregeling wordt het realiseren van deze wens verder geautomatiseerd. U beheerst de temperatuur in uw kas met een ventilatie- en verwarmingsstrategie. In de grafiek ziet u een voorbeeld van een dergelijke strategie, verdeeld over 4 periodes. Voor de etmaaltemperatuurregeling is het aan te bevelen de ventilatie- en verwarmingsperiodes op elkaar af te stemmen. De etmaaltemperatuurregeling berekent een verwachte temperatuur op basis van de ventilatietemperatuur en op basis van de verwarmingstemperatuur. Dit is de blauwe en rode lijn in de grafiek. Oftewel, wat zou de etmaaltemperatuur worden als het ventilatie- of het verwarmingssetpoint exact wordt gerealiseerd? Als gebruiker kunt u een gewenste etmaaltemperatuur instellen. Dit setpoint ligt bij voorkeur tussen de berekende etmaaltemperaturen op basis van de ventilatie en verwarming. In de grafiek ziet u de groene lijn als gewenst etmaal staan. Vervolgens berekent de etmaaltemperatuurregeling een gewenste temperatuur per periode. De groene lijn volgt de strategie en ligt in mijn geval exact tussen de verwarming en ventilatietemperatuur. Als de temperatuur deze lijn exact zou volgen, wordt het gewenste etmaal dus gerealiseerd. Maar dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend in een kas. Bijvoorbeeld bij zonnige omstandigheden stijgt de temperatuur, de groene lijn in de grafiek, in de kas ondanks het openen van de ramen. Hierdoor zou de etmaaltemperatuur hoger uitkomen dan verwacht. In deze zonnige omstandigheden regelt u dan de temperatuur actief met uw ventilatiestrategie. In dit geval is de ventilatiestrategie dus ook bepalend voor de etmaaltemperatuurregeling. Afhankelijk van wat u verwacht, kiest u bij de etmaaltemperatuurregeling welke strategie ventilatie of warmen bepalend is voor het realiseren van de temperatuur. Wanneer u hoge temperaturen verwacht, zet u de ventilatie als bepalend. Wanneer u lage temperaturen verwacht, zet u de verwarming als bepalende regeling. In de grafiek wordt nu de gemeten kasttemperatuur weergegeven tot het eind van de tweede periode. U ziet ook dat door de zonnige omstandigheden er een temperatuurafwijking ontstaat op het eind van de tweede periode. De afwijking is echter niet alleen het gebied boven het ventilatiesetpoint. De temperatuurafwijking is het gebied ten opzichte van de verwachte temperatuur. De verwachte temperatuur wil ik namelijk realiseren om mijn ingestelde etmaaltemperatuur te bereiken. Oftewel, het gehele gebied van de temperatuurmeting ten opzichte van de verwachte temperatuur is de temperatuurafwijking. In de grafiek ziet u dit als het gearceerde gebied. Wanneer ik niets aanpas, zal de temperatuur in de kas op basis van de ventilatie- en verwarmingsstrategie gerealiseerd worden. In de grafiek ziet u met de stippellijn een voorbeeld hiervan. Dit betekent dus dat een groot deel van de dag de temperatuur boven de verwachte temperatuur ligt en dat de etmaaltemperatuur dus hoger uitkomt dan gewenst. Wanneer ik de etmaaltemperatuurregeling ga gebruiken, krijg ik extra mogelijkheden om de strategie aan te passen om de gewenste etmaaltemperaturen te realiseren. Ik kies ervoor om in periode 3 de temperatuur te corrigeren en periode 4 stel ik in als eindperiode. Het corrigeren betekent dat de regeling in periode 3 de temperatuur setpoints actief mag verhogen of verlagen. De eindperiode gebruik ik om langzaam naar de originele setpoints van verwarming en ventilatie toe te lopen. Aangezien periode 4 de eindperiode is, is periode 1 ingesteld als startperiode van de etmaal. In de grafiek ziet u nu twee stippellijnen die de aangepaste strategie om de etmaaltemperatuur te realiseren weergeven. Als gebruiker kunt u instellen in welke periode u een correctie wilt toepassen, hoeveel graden ten opzichte van de bepalende regeling u maximaal wilt corrigeren en wat het verschil tussen ventilatie en verwarming, de dode zone, minimaal moet zijn. In het groen gearceerde vlak ziet u de mate van temperatuurcorrectie weergegeven. U ziet dat de aangepaste strategie zorgt voor een lagere nachttemperatuur, dit om de temperatuurafwijking van de dagperiode te corrigeren. Met de automatische aanpassing van de ventilatie- en verwarmingsstrategie wordt de temperatuurafwijking van de dag nu dus gecorrigeerd in de nachtperiode. Dit zal resulteren in een lagere kasttemperatuur zoals weergegeven in dit voorbeeld. Op deze manier wordt de gewenste etmaaltemperatuur ook daadwerkelijk gerealiseerd. Met de etmaaltemperatuurregeling krijgt u dus op een eenvoudige manier extra controle over de ontwikkelingssnelheid van uw gewas.